meesterlijke mode. Wat een titel. Ja, dat is een hele logische voor ons. Het zijn meesters in de rechten die de kleding dragen. En het is ontworpen door meesters in de mode. Vanwaar nu opeens dit project? Ook heel logisch. Het zit hier om de hoek. Wij voelen ons echt een Arnhems kantoor. En we bestaan ook al bijna 2 eeuwen. Zitten ook al bijna 2 eeuwen in het centrum van Arnhem. En ja, dan is het eigenlijk heel erg leuk om met een project als de Modebiennale, wat letterlijk bij ons om de hoek zit, om daar iets mee te doen. We hebben dat samen gedaan met de organisatie. Wat ik heb aangegeven is, ik wil graag laten zien dat advocaten niet alleen een toga dragen. Dus geen zwart-wit verhaal, maar juist zich onderscheiden van elkaar en ook van anderen. En ja, we zochten naar ontwerpers die wat meer een zakelijke, modieuze lijn hadden. En dat is samen met de organisatie zo tot stand gekomen. Fleur, je draagt een creatie van Jolien Jolink. Is dat nou heel anders dan de kleding die je anders draagt? Ja, eerlijk gezegd wel. Het is wat strakker dan wat ik anders aan heb. Maar ik vind de combinatie echt heel erg leuk. Maar ik zou dit anders zo niet durven aan te doen. Nou, je er zo in staat en in gaat lopen, denk je, hé, dat zou ik eigenlijk ook wel willen hebben. Ja, eigenlijk wel. Ik moet wel heel erg omdenken van hoe je erbij loopt en buik intrekken en zo. Maar ja, het voelt heel gemakkelijk. Dus op zich zou ik het ook graag willen hebben inderdaad. Wat doe jij hier bij de modeshow van Meesterlijke Mode? Ik ga ervoor zorgen dat de dames een catwalk training gehad hebben. Zodat ze zeker weten dat ze goed over de catwalk kunnen lopen. Vol zelfvertrouwen en met een grote glimlach op hun gezicht. En dat ze de choreografie weten en dat ze op de juiste manier en de juiste tijd opgaan. Dat de muziek klopt en het licht. Dat doe ik. Je hebt maar een uur de tijd om ze catwalkles te geven. Wat is dan het belangrijkste wat je ze leert? Eigenlijk dat ze zich lekker in hun vel voelen. Dat ze durven te zijn wie ze zijn. Ondanks de spanning en ondanks dat ze iets doen wat ze nog nooit gedaan hebben en wat niet bij hun werk hoort. En dat ze er zoveel mogelijk van kunnen genieten. Daar help ik ze het meest mee. Hebben ze talent? Absoluut. Absoluut. Ja, stevige dames zijn het. Ze staan stevig in de schoenen.